Ja, en dan wil ik nu graag de vier spreeksters met wie we ook over deze voorstelling en over de andere dingen die ik al noemde gaan spreken. Als eerst wil ik naar voren vragen Nora Asrami. Nora, yes, applaus. Nora promoveert momenteel aan de VU in Amsterdam. Ik ga het toch even voorlezen. Op God, ga lekker zitten. Op godsdienst, sociologische en islamologisch onderzoek naar de geloofsovertuiging en praktijk onder Marokkaans-Nederlandse moslimjongvolwassenen. Dat klinkt als een echte wetenschappelijke these. Misschien kom je er nog op terug. Maar tevens is zij medeontwikkelaar en trainer van het landelijke project Omnia, gericht op weerbaar maken van moslimmoeders in de strijd tegen de radicalisering van hun kinderen of moslimjongeren in het algemeen. En naast haar werk is zij betrokken bij heel veel initiatieven op het vlak van interreligieuze dialoog en vrouwen- en jongerenemancipatie. En dus een van de initiatoren van deze avond. Dank je. Fijn dat je er bent. De volgende spreekster is Naida Aurangzeb. Naida is journalist. Ga maar lekker zitten. Applaus. Ja, voor Naida. Naida is journaliste, radio- en televisiepresentatrice. Momenteel presenteert ze Bureau Buitenland voor de WPRO, maar misschien kent u haar wel van De Halve Maan of op de radio van Lijn 1. Maar naast haar journalistieke werk is Naida al meer dan 20 jaar actief op thema's als vrede, dialoog en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en mannen. Fijn dat je er bent. Anne Dijk, ga zitten. Applaus. Anne Dijk is religiewetenschapper, islamoloog en islamitisch theoloog en moslimfeminist, als ik dat zo mag zeggen. Mag, hè? Met alles wat je hebt geschreven. Met een specialisatie in autoriteitsstructuren. Heel nuttig lijkt me dat als feminist. Je bent oprichter en directeur van het FAM Instituut, wat adviseert op het gebied van islam en sociale vraagstukken. Ook heel fijn dat jij er bent. En last but not least, Nazmiye Oral, theatermaker, actrice en schrijfster. Won ondanks een gouden kalf, by the way. Maar is net klaar eigenlijk met de Nederlandse theatertour van de voorstelling Niet meer zonder jou, waarin ze samen met haar moeder Hava op het toneel stond. Een hardvochtige ontmoeting tussen aan de ene kant een lid van de traditionele moslimgemeenschap, moeder Hava, en een vrijgevochten familielid, dochter Nazmiye. Jullie krijgen allemaal een handmic. Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk van, wat heeft jullie het meest getroffen van de voorstelling? Wat een beeld, ik snap dat jullie nog niet meteen een complete analyse kunnen geven, maar wat was een beeld of een verhaal of een karakter wat je aansprak, waar je meteen iets mee kon? Nora, met jou te beginnen. Hij is aan. Ik moet zeggen dat ik er nog wel even van bij moet komen. Het was vooral heel emotioneel. Ja, wat? De emoties raakten me nog meer, die vanuit de muziek kwam en ja, de performance, echt, sowieso complimenten, echt prachtig gedaan aan de actrices, hoe zeg je dat? Ja. Ja, de emotie, dat die er mocht zijn en dat ik die mocht voelen en ik had het idee dat meer mensen in de zaal dat hadden. Ja, er was een soort verbondenheid in de emotie en het heeft me enorm geraakt. Oké, dankjewel. Naida. De emotie overheerst. Ik voelde buikpijn. Buikpijn van herkenning. Ik herkende me in verschillende figuren. Ik herken natuurlijk ook de dingen van ga terug naar je eigen land. Maar ik herken ook, dan heb je een hoofddoek op. En eigenlijk is die nooit goed genoeg. No matter where, afhankelijk van waar je bent. Dus ik herkende het gevoel van herkenning. Een herkenning die buikpijn veroorzaakte. Buikpijn van de onmacht. Ik voelde onmacht. Waardoor ook woede. Maar ik voelde ook een glimlach. Glimlach van wat ik echt geloof. Dat pijn, onmacht. Dat je dat met kracht kunt omzetten in schoonheid. Mooi. Anne. Je vroeg wat het beeld was. Wat het meest bij je gebleven was. En dat was denk ik het moment waarop je al die namen zag. Geprojecteerd. Dat ze ook bewogen. En ik besefte me, dit is het verhaal eigenlijk van zoveel vrouwen, van alle vrouwen. Maakt niet uit, met sluier, zonder sluier, wat voor kleding dan ook. Het gaat bijna altijd over de vrouw en in ieder geval het getrek bijna
Dat raakte me. Wat ik ook mooi in het toneelspel zag. Yes. Ja. Nas, is laat. Ja, het is altijd heel moeilijk om na zo'n voorstelling meteen... Ik merkte dat ik... ik vond jullie twee dames heel erg fijn. Omdat je merkt dat zodra... Ik bedoel, de andere actrices en danseres ook. Dat was prachtig. Maar zodra het dan toch barsten vertoont of echt wordt... hoe intiem dat is. En op een gegeven moment zat ik naar alles te kijken. En ik merkte bij mezelf dat ik niet mee wilde in de emotie. Omdat ik al vanaf dat ik geboren ben die emotie ken. Van mijn moeder op de markt of wat dan ook. En ik keek ernaar en ik dacht... Hoe zou ik hier heel dichtbij kunnen komen? Ook als ik hier helemaal niks mee heb. Of als het al helemaal besmet is met allemaal concepten en weet ik veel... Daar was ik vooral mee bezig. Ja. Ja. Daar ben je nog over aan het nadenken, denk ik. Nee, ik had al een idee. Ja. Ik dacht namelijk... de emotie is het tweede plan. Je moet eerst, en daar ben ik van overtuigd... je moet als eerste een common ground vinden. Namelijk een plek waar humaniteit en recht heerst. Je moet als mens besluiten... dat je bepaalde dingen, dat je houdt aan bepaalde ethiek, bepaalde regels, bepaalde humaniteit. En dat is gewoon, daar kan je niet aan tornen. Dus, hè? En ten tweede, wat je als mens, dat is je huiswerk, wat ik dan noem, ja, ook door mijn voorstel, radicaal intiem. En dat is in het moment, dat is op het moment dat ik iemand tegenkom en ik denk... Of ik denk, weet ik veel, dat ik blijf staan en dat ik het aanga. Dus die twee dingen dan. Yes. Nou, ik denk dat we daar later ook nog wel over te spreken komen. Over strategieën van hoe je op dit moment je verhoudt tot deze tijd. Of tot anderen. We hebben jullie alle vier gevraagd, voordat we verder gaan praten, of jullie een statement of een idee, het mag ook een hersenspinsel of een verhaal zijn. Dat is... Vandaar dat zij iets bij zich heeft, weet ik niet. Maar je hebt nu ook al hele mooie dingen gezegd, hoor, Nas. Dus... kan er iets met het licht? Helpt dit? Ja, ik heb geen last van. Ja? Is het beter? Kunnen jullie ze nog zien? Oké, nou, dan is het prima zo. Dus we hebben gevraagd aan een ieder om kort wat voor te bereiden. Met eigenlijk als vraag van hoe verhoud je je als moslima of gewoon als vrouw of als iemand met een moslimachtergrond tot het huidige maatschappelijke en politieke klimaat anno nu. En even kijken. Nou, jullie zitten eigenlijk keurig op volgorde. Ja, dat is niet toevallig, heb ik natuurlijk zelf zo bedacht. Dus ik ga gewoon, ik ga gewoon weer daar. Dan kan jij ook even rustig nadenken. Dus Nora, graag het woord aan jou. Dankjewel. Ik moet eerst zeggen, ik heb een hele lastige week achter de rug. Ik was een van de sprekers die twijfelde of ik nog wel aan dit gesprek mee wilde doen. Ik heb uiteindelijk besloten van wel, vandaar dat ik hier ook zit. Waarom? Daar wil ik eerst mee beginnen. Omdat ik toch in al die jaren dat ik me als islamoloog bezighoud met de ontwikkelingen van de islam en moslims in Nederland. En daarnaast ook meedoe in de interreligieuze dialoog. Toch altijd op zoek ben gegaan naar de verbinding. Die verbinding voelde ik dus even niet de afgelopen tijd. Emoties, zoals ik al zei. Ik laat het nu toe. En het kan ook een hele pijnlijke emotie zijn. Vermoeidheid. Soms zelfs een burn-out van deelname aan het maatschappelijke debat. Waarom? Omdat ik dus eigenlijk sinds 2001, 11 september, betrokken ben bij het islamdebat. Ik heb de omslag meegemaakt in de islamstudie die ik toen begon, september 2001. Hoe wij van studenten eerst spraken over nieuwsgierigheid naar de islamitische wereld. En voor mij was het nieuwsgierigheid naar mijn roots bij de islamstudie. Overgingen naar, kan het Westen en de islam wel samengaan? Dus de dualistische visie op islam en het Westen kwam toen in beeld. Die was nog niet vrij subtiel, maar met de jaren, zoals we allemaal hebben meegemaakt, iedereen die het debat een beetje volgt, weet dat die roep, die stelling, dat islam en het Westen onverenigbaar zijn, steeds sterker is geworden.
En ook steeds meer opgedrongen wordt door bijvoorbeeld moslimterrorisme dat we nu van dichtbij meemaken. Daarnaast ook ja, rechtsextremisme, islamofobie, wat ik inmiddels al moslimhaat wil noemen of islamhaat. Ja, vermoeiend, pijnlijk, want ik ben ook een mens. Als islamoloog wil ik me graag bezighouden met wat er onder moslimjongeren gebeurt, of onder moslimjongvolwassenen. Ja, hoe zij bezig zijn met eigenlijk het leven in de westerse samenleving en zichzelf ook als een product zien van deze samenleving. Ze komen nergens vandaan, in tegenstelling tot hun ouders. Zij zijn hier geboren en getogen. Maar ik ben ook een mens die ook geraakt wordt door wat er gebeurd wordt. Of door wat er gebeurt. En dat kan, zoals ik al zei, vermoeiend zijn. En ik ben nu trouwens heel erg afgeweken van mijn papiertje. Dat kan ik gewoon weggooien. Maar ik spreek nu echt vanuit mijn hart. Door de voorstelling heb ik het gevoel dat dat ook gewoon kan. En als mens wil ik ook gewoon mijn hoofd in het zand steken en denken, dit gaat aan mij voorbij, dit gaat niet over mij. Want ja, we kunnen het wel hebben over hoe moslima's vrijheid ervaren binnen het geloof. Volgens mij is een belangrijk onderwerp, maar volgens mij is op dit moment nog belangrijker de onvrijheid die je als moslim buiten je geloof, in de samenleving, in het publieke debat ervaart. De angst voordat de ander jou niet meer ziet als mens. En ik heb een kleine anekdote. Dat hoor ik dus onder mijn doelgroep, de mensen die ik voor mijn onderzoek geïnterviewd heb. Hoe ze voelen dat zij niet geaccepteerd worden door hun omgeving. En daarnaast ook nog eens moeite hebben in hun eigen gemeenschap om voor zichzelf te kunnen kiezen. En dus vaak geloof kiezen als een drijfveer of als een uitweg. Het is eigenlijk een ideale, geïdealiseerde, vaak ook bevrijding van het afhankelijk zijn van de acceptatie van anderen, van derden, door juist de binding met God te versterken en te vergroten. En dat voor hen zelf als het belangrijkste in hun leven te ervaren. Mijn onderzoek is dus gericht op jongeren en jongvolwassenen die islam belangrijk vinden in hun geloof, in hun leven. Dat geldt natuurlijk niet voor alle moslimjongeren. Die kiezen dat niet allemaal zo duidelijk, maar dit zijn dus mensen die dat wel doen. En voor hen is het duidelijk dat geloof echt een soort veiligheid in die dynamische wereld van verschillende leefwerelden voor hen is. Dus een eikpunt, een veiligheid. Ik zie dat dus bij de mensen die ik onderzoek of spreek. Daarnaast wil ik ook een verhaal delen. In oktober ben ik met een gemengde groep naar Auschwitz geweest. Waarvan de helft, dus 12 deelnemers, de helft was moslim. En ja, ik heb er zelf zo nooit eigenlijk echt naar gekeken. Maar wat de jongeren daar zeiden was, wauw, jaren 30, 1930, dat is eigenlijk, zo begon het met de Joden. En dat is wat wij als moslims nu ook al een paar jaar hebben. Dus het begint heel klein. Het begint als de moslims wegzetten als niet passend hier. En het eindigt in aanslagen op moslims. Of dat nou vanuit het moslimterrorisme is of vanuit het rechtsextremisme. Moslims zijn ook slachtoffer. En dat wil ik gewoon hier eens een keer nog eens gezegd hebben. Ja. Dank je wel, Nora. Nou, je hebt heel veel interessante dingen gezegd. Waar we ook... Waar ik denk we ook nog wel verder over komen te spreken. Het dualerende, de vrijheid of de vrijheid die je in de samenleving niet ervaart en in eigen kring. Maar ook wel, wat ik heel interessant vind, is dat geloof juist als die veiligheid ervaren. Dus dat wil ik graag zo nog terugkomen. Naar Ida. Ik moest bij de voorbereiding eigenlijk denken aan een soera, een vers uit de Koran, dat ik van jongs af aan met me draagt. Even was vergeten de afgelopen paar jaar. Maar dat is het vers, wij hebben u tot man en vrouw geschapen en u tot volkeren, verschillende volkeren en stammen gemaakt, opdat u elkander zou leren kennen. Vanaf heel vroeg had ik blijkbaar door dat geschapen zijn in man en vrouw, zo vanzelfsprekend als het in dit vers klinkt, zo vanzelfsprekend is het niet. Want er klinkt een gelijkwaardigheid uit waarvan ik jongs af aan heb geleerd dat die er niet was. Mijn moeder was erg ongelukkig dat ik werd geboren als dochter en hoopte dat ik zou sterven op de eerste dag hier op aarde. Omdat haar omgeving haar duidelijk liet blijken dat ze niet zo blij waren met een meisje. Tot verschillende volkeren en stammen gemaakt. Mijn hele leven is het me duidelijk geweest dat er een hiërarchie is in welke volkeren en stammen beter zijn dan anderen.
Maar ik heb ook altijd de opdracht gezien, opdat u elkander zoudt leren kennen. Dus ik heb nooit mannen als vijanden gezien. Ik heb nooit een andere religie of andere volkeren en stammen als vijanden gezien. Dus voor mij is deze soera wie ik ben. Maar deze soera geeft ook aan dat als dit staat in een heilig boek, het er staat omdat het dus niet vanzelfsprekend is. Voor mij is, als dit is waar je in gelooft, dat mannen en vrouwen naast elkaar bestaan, dat volkeren en stammen naast elkaar bestaan, niet alleen om naast elkaar te bestaan, maar met de opdracht naar elkaar de hand toe te reiken. Voor mij heeft, ik noem het dan tussen aanhalingstekens, het kwaad heeft steeds een ander gezicht. Het kwaad in de vluchtelingenkamp in Syrië, die ik heb bezocht in Damascus 3 jaar geleden tijdens de oorlog, waar alom geweld is en ik aan de vrouwen vraag, fluisterend, wie van jullie in deze vluchtelingenkampen maakt huiselijk geweld mee, en ze me aankijken en zeggen, je kunt beter vragen wie niet. Maar je praat niet over een man die je bont en blauw slaat als Assad de vijand is. De Palestijnse vluchtelingenkampen die ik heb bezocht, zowel in Palestina, Gaza als in de rest van het Midden-Oosten, waar item dito, je praat niet over mannen die je slaan als er een, het woordje F, bezetter is. Als je reist, van wie is de moskee? Ik heb gezien en ervaren hoe 10-jarige jongetjes, sorry voor het woord, omdat ze een piemeltje tussen hun benen hebben, denken dat ze mij kunnen vertellen hoe ik me wel of niet gedraag in de moskee. En je steeds weer die ruimte moet opeisen. Maar ik weet ook wat het betekent om vrouw te zijn in Hilversum. Dus dat kwaad heeft steeds een ander gezicht, waardoor ik steeds opnieuw me moet afvragen, hoe verhoud ik me tot dit? Moslima in Nederland zijn betekent, praat ik tegen Bolkestein, praat ik tegen Nanninga, praat ik tegen Elma Dreyer of Jan Siebeling, die allen niet geloven dat ik kan zijn wie ik ben, die in mijn gezicht kijken als ik voor ze sta en dan nog bepalen dat zij weten wat een moslim is en ik niet. De andere soera in de Koran waarin God zegt aan ieder zijn eigen religie. Toen ik na 15 jaar mijn hoofddoek afdeed en een deel van mijn lieve moslimzusters ter plekke besloot om mij nooit meer met walaikum salam te begroeten en mij bombardeerde tot ex-moslima zonder ooit mij te vragen, wat geloof je wel of niet? Toen ik na 10 jaar huiselijk geweld mijn mond opentrok en de deuren van de moskeeën gesloten bleven. Dat kwaad heeft steeds een ander gezicht. Dus mijn gevecht is steeds vanuit een andere plek. Van binnenuit tegen mijn eigen mensen, waardoor ik geen eigen mensen meer heb, zo ervaar ik het. Het gevecht tegen de ander, waarvan mijn hart huilt en ik denk, maar ik geloof helemaal niet in een ander, want ik heb een opdracht, namelijk mijn hand uit te steken naar jou om je te leren kennen. Maar dat wordt soms onmogelijk gemaakt. Dus ik wou dat ik zwart-wit kon zeggen en vandaag vecht ik tegen dit. Natuurlijk doet zo'n moslim Ben mijn pijn. Natuurlijk vraag ik me af of mijn prachtige nichtje 5, Alina, die in Nederland is geboren, nog een plek hier heeft. Maar ik weet ook dat zij, als zij een moskee binnengaat, weer het gevecht moet voeren, dat zij recht heeft in die moskee. Dus ik kan niet stellen dat de ander die mij mijn zelfbeschikkingsrecht afpakt of mijn bewegingsvrijheid inperkt, dat hij één gezicht heeft. Dat gezicht verandert steeds. Blijft over voor nu, wat ik ook voor de discussie zou mogen willen meegeven. Er komt wel iets nieuws bij de afgelopen jaren. Namelijk de vraag, mag ik nog gelovig zijn? Word ik serieus genomen als ik zeg dat ik religieus ben? Ik hoor mezelf steeds vaker zeggen, ik ben spiritueel. Omdat dat mag, maar religieus zijn mag niet. Mag ik nog gelovig zijn, vraag ik me af. En na heel lang in Hilversum gewerkt te hebben, waar ik nog steeds werk, hard de confrontatie opgezocht te hebben, aan te zijn gegaan, ben ik mezelf niet aardiger gaan vinden. Ik kwam erachter, ik word iemand die ik niet wil zijn. Dus hoe bereik ik die zachtheid? Ga ik het gevecht aan vanuit het ego? Ik heb gelijk en wij staan hier. Of ben ik in staat om dat ego weg te laten en vanuit mijn hart dat gesprek aan te gaan? En uiteindelijk gaat het om evenwicht. Dankjewel, Naïde. Ik heb het opgeschreven omdat ik anders bang ben buiten de tijd te gaan. En het is voor mij iets
minder over de vrouw vandaag gegaan, omdat ik de laatste week ook heel erg getwijfeld op of ik hier zou zijn. En ik moet het gewoon uiten, omdat ik niet anders kan. Het groeiende terrorisme, waar alle mensen en moslims in grootste getale slachtoffer van zijn. Het extremisme, of hoe extremer, steeds extremer worden en van rechts, waarbij de gedachten steeds vaker omgezet worden naar daden. En waar men eerst sprak over minder islam of weg met de Koran, gaat het nu over het verminderen van het aantal moslims. Eerst ging het over de ideologie, nu gaat het over mensen. Het is het actief veranderen en het langzaam opbouwen van een taal waarmee moslims gedehumaniseerd worden. Vervolgens filosofeert men er al openlijk over hoe dat dan moet gebeuren. Men wil tornen aan internationale verdragen en de Nederlandse grondwet het liefst aanpassen. Om te beginnen met beroepsmoslims en islamologen. Ik voel mij als moslim en islamoloog in het publieke debat door dergelijke uitspraken aangesproken en ook steeds minder veilig in Nederland. De nare opmerkingen krijgen ook steeds vaker de vorm van persoonlijke bedreigingen. Dat dit soort rechtsextremisten zich verweren met woorden zoals die van Cliteur, ik vond het niet zo'n heftige opmerking, is precies wat er mis aan het gaan is in Nederland. Het probleem is precies dat deze gruwelijke ideeën geen verrassing meer zijn. Die ideeën lijken genormaliseerd. De norm wordt steeds verder opgeschoven en zo vinden steeds meer mensen het dehumaniseren van moslims normaal. Veel moslims zijn intussen behoorlijk lam geslagen. Het is het grootste tijd dat deze apartheidsdenkers zoals Cliteur en De Rooij die dit soort ideeën faciliteren en aanwakkeren, een halt wordt toegeroepen. Ze noemen zichzelf kritisch. Maar dit soort bewust ingezette taal is valse propaganda voor hun overduidelijke anti-islam agenda. Openlijk filosoferen over discriminatie, uitzetting, vermindering van moslims in Nederland en Europa en strategieën bedenken om de grondwet aan te passen en het niet zo heftig vinden? Dit is normalisering van religieus racisme. Dit is concreet aanzetten tot discriminatie van moslims. Dit is het poneren van discriminatie als een oplossing. Sorry, maar het is copy-paste gedrag van de jaren 30. En dan het debat houden over vrijheid binnen de islam. Maar wel altijd over het lichaam van de vrouw heen gespeeld. Die eeuwige fascinatie voor de sluier. Ik vraag me simpelweg af, wat heeft het voor zin om over die vrijheden te spreken als de vrijheid om überhaupt de religie te beleven al ter discussie staat? We hebben het vaak over de bezorgde burger. Tegenwoordig is die moslim. Want moet jij echt beschermd worden tegen dat kleine groepje dat sharia wil? Of moet ik voor jou beschermd worden? Hoofddoek? Come on. Daar hebben we het echt al zo lang over. Simpelweg vrijheid van meningsuiting gewoon daarover. Ook binnen de moslimgemeenschap trouwens. En opruiende sprekers, eenzelfde wetgeving voor alle extremen tezamen. En wat mij betreft is het de hoogste tijd dat het debat in Nederland een radicale shift maakt richting zaken waar we ons echt druk over moeten maken. Zoals de toename van discriminatie, racistisch paternalisme en dictatoriale tendensen en zelfs het groeiende fascisme. Ik sta voor vrijheid. Maar ik sta voor de vrijheid van iedereen en niet van een select groepje mensen. Ik sta voor Nederland en ik sta voor het respecteren van deze rechtsstaat nog wel. Maar in een tijd waarbij de eerste grondrechten van Nederland ter discussie gesteld worden, want vergeet niet waarvoor Nederland ook weer opgericht was, vrijheid van religie, en waarbij de rechterlijke macht niet eens meer gerespecteerd wordt, ik bedoel Wilders, zijn veroordeling, was gewoon zo'n soort van stille wind langs iedereen heen gegaan, en in een tijd waarbij de norm steeds meer opgerekt wordt, moet men zich echt afvragen, wie strijdt er nu voor een beter Nederland? Gaat het om vrijheid? Of gaat het om kolonialisme 2.0? Dankjewel, Anne.
Power. Nice, Mia. Ja. Ik dacht ineens, het raakt mij ineens omdat ik zie en mij realiseer dat hier twee mensen zitten die duidelijk veel jonger zijn dan ik. En waarom mij dat raakt, omdat ik... Dank je. Jij bent ook jonger, maar niet beduidend jong. Ja, ik ben de oudste, dat merk ik. Ik ben de oudste. Nee, maar omdat ik mijn broertje en mijn zusje in jullie herken. Kijk, ik heb niks voorbereid, want ik ben uitgepraat. En ik ben gecheckt op mijn maagdelijkheid door mijn moeder. Ik ben uitgehuwelijkd, niet getrouwd. Ik ben op school, heb ik me geïsoleerd, want ik voelde dat ik daar niet bij hoorde. Ik heb de dood van Pim Fortuyn meegemaakt. Toen Theo van Gogh doodging, toen raakte ik zelf in een depressie, wat ik bij jou een beetje voel. Ik had een soort geloofsverschuiving vanuit, dat begon met 2001, toen Pim Fortuyn, al die mensen die dan zeiden, ja, maar hij zegt mooie dingen. Ik dacht, ik ben gek, iedereen is gek geworden of ik ben gek geworden. En ik heb mee moeten maken dat mijn broertje, die hier is geboren, nu sinds 2 jaar in Turkije woont. Bijna 3 jaar, omdat hij zich hier niet welkom voelde. Ik heb 8 jaar lang columns in de Volkskrant geschreven. Ik heb in 2010, toen Wilders opkwam en ik al die tijd vanaf zo jong wist, van mij maak je geen slachtoffer. Ik ben geen slachtoffer. Ik laat me niet vangen. Vrijheid is mijn grootste goed. Toen Wilders opkwam, merkte ik, voor het eerst heb ik een beetje dat ik denk, ik voel mij niet prettig. En ik heb iemand opgezocht voor mijn werk. Gelukkig kan ik dat allemaal in mijn werk leggen. In Groningen, ik zei tegen mijn collega's, ik wil in adoptie bij iemand die PVV stemt. Dat heb ik gedaan. Ik ben het op gaan zoeken, ik heb het allemaal gedaan en ik ben uitgeluld. Dus bij alles wat er gebeurt, ook op Facebook, social media, alles, denk ik, binder dan dat katten-t-shirt. En nu? Ik merk dat ik stiller ben geworden, geen zin meer heb om essays, columns of wat dan ook te schrijven, want die taal reikt niet meer. Dus voor mijzelf, persoonlijk, heb ik besloten, het enige wat ik kan doen, omdat dat nou eenmaal en mijn overleving en mijn talent is schrijven en spelen. En het enige wat ik in deze toestand naar de wereld toe heb, is, ik weiger te vechten tegen de nee. Ik wil mijn eigen ja scheppen. Ik wil niet reageren, ik wil creëren. Ik wil in kracht en niet in slachtofferschap. En het enige waar ik, als ik, toen ik hieraan dacht, dacht ik, ik heb maar iets heel kleins te zeggen. En dat is uit mijn voorstelling die ik heb gespeeld met mijn eigen moeder. Een hadje, 69, geen acteur, eerste generatie. Een vrouw die geen stem heeft, maar fucking hele zaal heeft plat gespeeld. Op het Holland Festival, winnaar van publieksprijs 2015. Ik ga denken, wij moeten ook echt een fanclub voor haar oprichten. En we gaan naar New York, jongens. We gaan naar Trumps land met mijn moeder. En in die voorstelling zeg ik tegen mijn moeder wat ik tegen de hele wereld zou willen zeggen. Als mens, als vrouw en als moslima. Ik sta bloot tegenover je. Met al wat ik ben. En pas als jij alles over me weet, heb je het recht niet van me te houden. Maar alleen dan pas. En dat kan ik heel goed aan. Daar buig ik met liefde mijn hoofd voor. Want dan is het waar. En daar dorst ik naar. Ja. Wauw. Echt 4 zulke mooie verhalen, maar ook gewoon, ik kan dit ook bijna weggooien, want dat is allemaal gezegd. Maar wat ik wel, als ik luister, zijn jullie wel toch op heel 4 andere
manieren, of zijn er, jullie noemden net eerst allemaal emotie, ik voelde emotie, maar de emoties zijn volgens mij wel heel verschillend. Ervoeren jullie dat ook, zeg maar, is Anna als je, en Nora, als, denken jullie ook van, oh ja, dit is echt een generatieding, dat is meer zoveel, is op een heel andere plek van, ik zag bij jou angst en woede, heb jij ook zoiets, Anna of Nora, van, hier sta ik, kom maar op? Inspireert je dat of denk je van, nee, maar daar sta ik helemaal niet nu? Het laatste wat je zei, dat vond ik echt heel mooi. Van, pas als je alles van me weet, dan mag je, heb je het recht om niet van me te houden. Ik denk dat ik me daar ja, ook heel erg in kan vinden. Ik had tot 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden, had ik helemaal geen angst. Niet eens een angst voor de dood. Ik leefde gewoon, activisme kan me allemaal niet schelen, kom maar op. En, geen enkele angst. Maar bij mij is het veranderd sinds ik moeder ben geworden. Ik heb een verantwoordelijkheid. Ik kan nog niet dood. Ja. Nora, mag ik? Ja. Ja. Nou, ik weet niet of, volgens mij, ik hoorde wel verschillende verhalen inderdaad. Maar volgens mij zijn we alle vier wel op zoek naar hetzelfde. En dat is dus die verbinding. En volgens mij is dat ook iets wat typisch vrouwelijk, wat voor vrouwen staat, als ik dat zo mag zeggen. Niet dat mannen niet voor verbinding staan, maar volgens mij zijn vrouwen juist. De Koerdische strijders die tegen ISIS vechten. Dat, nou, die willen ook zorgen manier voor hun. Ja, precies. Slachtofferrol. Ik geloof trouwens sowieso niet dat jij zoveel ouder bent dan wij. Dat geloof ik niet. Maar ik herken dat ik inderdaad, ik voel mij geen slachtoffer. Als ik zeg dat ik ja, vermoeidheid voel, of zelfs een burn-out van deelname aan het maatschappelijke debat, dan wil ik daar dus niet mee zeggen dat ik mezelf als een slachtoffer zie, maar meer dat ik het op een andere manier wil doen. En in die zin ben ik ook wel een beetje uitgepraat. Sowieso heb ik mijn wel overwogen woorden nu hard nodig voor de afronding van mijn proefschrift. Dat is wat mij betreft ook op dit moment voor mij mijn belangrijkste bijdrage die ik straks wil leveren aan het maatschappelijke debat over jonge moslims in de samenleving. Maar daarnaast wil ik liever mijn energie steken daar waar het nodig is. Dus een project als Omnia, wat op landelijk niveau werkt en moslimmoeders vanuit verschillende wijken, vanuit krachtwijken, juist kracht probeert te geven en hen er ook van bewust probeert te maken dat zij als moeders een enorme invloed hebben op de opvoeding van hun kinderen. Dus het empowerment, emancipatie, daar wil ik mijn kracht geven en insteken. In plaats van dat oeverloze, die uitleg, die verdediging. Daar ben ik dus echt moe van. Maar ik ben nog steeds strijdbaar. Dat wil ik wel even zeggen. Dat van ik ben klaar met lullen, hè? Ten eerste fijn dat jullie hier zitten, toch? Hè? Het gaat best goed tot nu toe. Ik ga zo dansen met sluiers, dat weet jij nog niet. Met die dingen ga ik naar beneden halen. Maar worstelen jullie niet met het feit dat je wordt gewoon continu ook doodgegooid met die twee, hè, de bellen, de bubbels, de werelden die gewoon niet meer tot elkaar toekomen. En je ziet aan de ene kant zie je dat bij verschillende groepen, vooral groepen die onder druk staan, die emanciperen en die worden ook radicaler. Niet in hun ideeën, maar in hun strategie. En aan de andere kant zie je een groep die de hele tijd de andere groep probeert te accommoderen. Hè? Van ja, maar je moet ook begrip hebben voor die. Beide lijken niet erg succesvol, maar die kloof wordt steeds groter. Zien jullie het toch als het meest effectief om die dialoog niet meer aan te gaan, omdat het geen zin heeft? Hebben jullie echt de hoop daarin opgegeven? Ah. Met de ander? Ja. Als ik daar meteen. Kijk, het kwam nul in me op om hier niet te komen, ondanks wat er is gebeurd of wat dan ook. Hè? Ik geloof. Waarom? Hè? Waarom kwam het bij jou niet? Omdat ik absoluut geloof in dialoog. Ik geloof absoluut niet in. Niet dat hier dialoog werd gevoerd, dat bedoel ik niet. Maar. Ik ga niet weg. Of ik ga er liever op aflopen en de verbinding aan. En dan de verbinding niet aan in de zin van jij bent ook hetzelfde of wat dan ook, dat soort gezever. Maar gewoon dat je in oprechtheid gewoon helemaal kan zeggen wat je voelt en zegt. Of wat je voelt en denkt. Want hoe ging dat toen je in adoptie ging bij het PVV? Ik weet niet of het gezin was of één persoon. Dat was één mevrouw, Ricky.
Ja, zo heette ze. Ik was toevallig even oud als haar dochter, die zij, die haar Italiaanse ex-man had ontvoerd naar Italië. Die zij niet had gezien tot haar 18e en daarna elk jaar ging opzoeken. Dus dat was al een mooi toeval. Ricky was een hele fijne vrouw. Had ook, over, weet je wel, ja, dat was dan mijn stupiditeit. Ik bedoel, ze had Surinaamse, Italiaans, weet je wel, al die dingen. En ze had juist heel veel buitenlandse vriendjes gehad. Misschien dat het daar misliep. Want ze was niet altijd heel goed beschermd. Maar Ricky was specifiek iemand van het volk die zich niet gehoord voelde die haar wegzette als een racist. En helemaal aan het eind, toen ik 2 weken bij haar heb gewoond, en op een gegeven moment ben je dan ook uitgeluld. Dat is zo mooi. Je bent uitgeluld. Je kan niet de hele tijd aardig doen of een masker. Weet je wel, op een gegeven moment zit je daar, of je ligt in dat bed, in dat krakende huis wat niet van jou is, op de bank. En je bent uitgeluld, je zit tv te kijken. En dan, in die intimiteit, die lege ruimte tussen de dingen, leer je elkaar kennen. Na maanden met elkaar optrekken, ik had die voorstelling gemaakt met haar. En aan het eind zei ze, toen ik haar uitnodigde, voor haar verjaardag zei ze, ik moet je wat bekennen, ik heb besloten niet meer op Wilders te stemmen. Ja, en toen zei ik, waarom niet? Maar terwijl ik haar die vraag stelde, was ik in mijzelf aan het rennen en alle kamertjes aan het afzoeken om te kijken of mijn liefde voor haar nog iets groter was, of ik was opgelucht, of dat ik eindelijk misschien iets reserve had en dat iets weg was of zo. En dat was er niet. Het maakte niet uit. Dat heeft het meeste indruk op mij gemaakt. En zij zei, ik wil niet meer op Wilders stemmen, want ze zei, ja, jij hebt daar een aandeel in gehad, want jij was de eerste die mij er niet om veroordeelde. Dat zei ze. En ze heeft later wel Wilders gestemd. Ja, maar dat vind ik zo moeilijk. Want aan de ene kant klinkt het ook heel mooi om haar niet te veroordelen. En aan de andere kant leven we nu in een tijd waarin je misschien anderen keihard moet veroordelen op wat ze uitspreken, denken, zeggen, vinden. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou, ik wel mooi vind, je gebruikt het woord dialoog. Is wat ik ruim 10 jaar al actief doe, maar volgens mij al sinds de dag dat ik geboren ben, want mijn vader is dominee en filosoof, dus dan kom je daar niet helemaal aan. Dus elk jaar organiseer ik in het klooster tussen joods-christelijke en moslimvrouwen de dialoog. Maar de dialoog gaat erom dat je oprecht vragen stelt en dat je de regel bij dialoog is dat je probeert in te leven in de ander en probeert de ander te begrijpen. De andere regel van dialoog is dat je niet probeert de ander te overtuigen. Ja. En dat is met dialoog. Er is helemaal geen dialoog gaande in het publieke debat. Het is een debat. En dialoog zal ik nooit moe van raken. Ik zal denk ik tot mijn laatste snik dialoog blijven voeren. Maar debat kan ik soms echt moe van raken. En ja, ik zal het soms wel doen en soms niet. I have to choose my battles. Er zijn er helaas zoveel. Waar ligt jouw battle nu voor jou? Wat is... Nou, ik ben heel erg aan het nadenken. Ik sta altijd open weer voor nieuwe battles. Maar ik hoorde iets moois en ik denk dat daar wel wijsheid in zit. Ik denk, jarenlang heb ik het geprobeerd met artikelen, met wijsheid, met ratio, met onderbouwde argumenten, met cijfers, met feiten. En het punt is, als een debat is gepolariseerd en de ene pol zit in emotie en de andere pol die gaat dan automatisch in relativisme, nuance, grijsdenken, feiten, cijfers, dat werkt niet. Dus als de ene pol in emotie zit, dan zul je wel emotie moeten tonen. Dus daarom vind ik net mijn tranen van net prima. Want ik denk dat een weg is waar we meer in moeten gaan. Meer emotie. Ja. Nee, Ida. Ik voel me ook oud. Heel erg oud. Weet je, ik zit ergens anders. Ik heb dat, weet ik veel, tijdens je studie, dialoog met moslims, christenen, joden, minder, nationale, internationale conferenties, stichtingen, weet ik veel, allemaal gedaan. Ik ben nu ergens dat ik denk, en wat ik daarin heb gezien is een andere kant. Dus we kunnen het nu hebben over hoe moeilijk het is moslim te zijn. Ja. Maar ik weet ook wat het betekent om moslim te zijn binnen een
stichting waarin agenda's zijn en je denkt allemaal dat je moslim bent, maar je allemaal je kop houdt omdat meneer A veel meer macht heeft dan meneer B en je allemaal weet wat ze thuis uithalen, maar dan hou je mond over. Ik kijk naar Anja Meulenbelt omdat dat voor mij een voorbeeld is. Weet je, als je werkelijk gelooft in rechtvaardigheid, dan verschuift dat steeds. Als je dan, als ik in Pakistan ben, waar ik vandaan kom, en als ik daar mijn familie hoor afgeven op Afghaanse vluchtelingen, dan kan en mag ik mijn mond niet houden. Als ik bij mijn Marokkaanse Berbervriendin, Arabische vriendinnen in Den Haag ben die afgeven op Berbers, ja, dan heb ik mij genoodzaakt gezien om te zeggen, vanavond kom ik niet bij je thuis eten. Want als jij een witte Nederlander was geweest die zo over Berbers praat, was ik ook niet mee naar boven geweest. Dus ik vind, als je ergens iets in gelooft, dan heb ik geen instituut nodig, ik heb geen stichting nodig, ik heb geen werkgever nodig, ik heb geen projecten nodig om me ergens tegen uit te spreken. Dan wordt het een manier van leven van wie je bent. En dat betekent dat je soms, als ik als presentator of als interviewer, als journalist of in alle andere rollen de ene keer iets mee doe, maar uiteindelijk geloof je, uiteindelijk is het je zijn. En daarin herken ik wat Nazime zegt. Ik heb jaren geleden, toen ik nog heel erg binnen die moslimgemeenschap zat, onder gelijkgestemden, was er één meisje, niet moslima, met een moslimvriendje, waar iedereen altijd maar tegen zei, wanneer bekeer je je nou? En pas toen ze uiteindelijk uit elkaar ging met die jongen, jaren later tegen mij zei, weet je dat jij de enige was die mij nooit heeft gevraagd waarom ik me wel of niet ging bekeren? En ik schaamde me dood. Ik schaamde me dood. Dat is blijkbaar al mijn soortgenoten dat normaal vonden. Totdat ik in Israël ging wonen. En daar constant iedereen mij vroeg wanneer ik me ging bekeren tot het jodendom. Toen pas voelde ik hoe kwalijk het is als je als moslim aan anderen vraagt van, goh, je hebt een moslim vriendje, wanneer ga jij je eens bekeren? Om er even aan te geven dat ik zit heel erg, voor mij, het is een manier van zijn. En als dat de manier van zijn is, ik leer meer en meer, inderdaad wat Nazime zegt, om vaker mijn kop te houden. Ik heb ook steeds minder behoefte om het gesprek te voeren. Maar ik voel wel een noodzaak om te laten zien in mijn zijn waar ik voor sta. En weet ik dat dat heel erg abstract klinkt. Maar dat betekent dat je nooit kunt uitrusten enerzijds. Dat betekent dat je constant op andere manieren je uitspreekt tegen, en dit klopt hier niet en dit klopt daar niet. En weet je wat dat met zich meebrengt? Eenzaamheid. Want op het moment dat ik mijn hoofddoek afdeed en uit die veilige wereld waar ik zo duidelijk een gezicht was, een nationaal en internationaal welkom was, viel ik eruit. Maar die andere wereld van dat witte Amsterdam met hun intellectuele geharrebar, daar hoor ik ook niet bij. Maar mag ik je dan dus het is wel een eenzame weg waar je dan, in denk dat Nazime dat ook herkent, waar je voor kiest. Nazime, sorry, Naida, je zei hè, dat kwaad dat verandert hè, continu. Is het wel of niet, maak jij soms een hiërarchie? Hè, want ik hoorde ook al andere spreeksters zeggen van ja, oké, okay, tuurlijk zijn er issues rondom vrijheid binnen, maar nu speelt er even iets anders. Ja, maar weet je, daar zit hem de gevaar in. Ja, die hiërarchie, maar dat gevaar noemde ik net. Bijvoorbeeld in een oorlog zie je het duidelijk. Hè? In een oorlog heb ik het gezien. In een oorlog geldt de hiërarchie. Er is een grote oorlog aan de gang. Al het kleinere onrecht, daar hou je mond maar over. Nu is er een moslimbende aan de gang. Dus leuk dat jij je minder welkom voelt in de moskee. We zijn niet eens welkom in de VS, dus hou even je mond. Dus juist omdat er grotere thema's spelen, vind ik dat het belangrijker wordt om al die dingen daaronder. En ik vind wel, kijk, je kunt als je wil, we zeiden het gisteren bij mij in de uitzending bij de VPRO, als je wilt kun je de hele dag over Trump bezig zijn als journalist. De hele godganse dag. De uitdaging is om dat niet te doen. Dus mijn uitdaging vind ik dat als dat wat er in de Bali gebeurt, om eens even mezelf 2 dagen de tijd te geven. Dus juist omdat als je niet oppast, je achter iets aanrent. En ik al lang geleden heb besloten van, ik wil zelf die urgentie bepalen. En anders word ik geleefd. En dat is uitputtend. Dat weet ik uit de ervaring. Wil jij reageren dan? Nou ja, dat herken ik dus ook. Het is echt pick your battles inderdaad. En de een wil het via dialoog doen. De ander via maatschappelijke activiteiten. Maar het gaat dus om het debat. Wat op een hoger niveau gevoerd lijkt te worden. Waar je wel vanuit verschillende invalshoeken. Via blogs. Of dat heb ik ook jarenlang gedaan. Dan wil je daarop reageren. Maar het valt weg. En even nog over het in- en outgroep denken. Inderdaad, vooroordelen, het naar een ander toe, het wegzetten van een ander, dat komt overal voor. Daarom wil ik ook liever niet spreken over een moslimgemeenschap, want die is er eigenlijk niet. Hè? Je hebt verschillende culturen, verschillende soorten moslims met verschillende achtergronden, generationele verschillen. Er is een enorm verschil tussen eerste generatie en tweede generatie.
Marokkaanse moslima's ervaren weer andere spanningen binnen hun eigen gemeenschap dan bijvoorbeeld Pakistaanse moslima's, et cetera, et cetera. Dus ook binnen die zogenaamde gemeenschap gebeurt er van alles. Maar het is denk ik wel voor minderheden in een samenleving, ik wil het niet dreigender noemen, maar schadelijker om die vooroordelen te ervaren, omdat ze juist een minderheid zijn ten opzichte van een dominante groep. En daarom wil ik, ja, vind ik het ook belangrijk om het juist over de bedreiging naar moslims toe nu te hebben, vooral op dit moment nu te hebben. In mijn dagelijkse leven doe ik andere dingen, maar als ik zo'n podium heb en daarover kan praten met andere mensen, dan wil ik juist dat aan het voetlicht brengen. Dus het is niet zo dat ik daarmee andere zaken negeer, of dat is er ook. Dat is ook de werkelijkheid inderdaad, wat jij beschrijft. Ik wil even naar het publiek, want ik kan me voorstellen dat er ook wel wat vragen zijn. Ja, wil jij met de microfoon, Marjolein? Hoi. Goedenavond, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik ben blij dat ik dit kan zeggen in de Bali, 2 weken na de andere avond. Mijn naam is Monir, ik ben christen en ik ben heel bewust hier vanavond gekomen. Ik merk dat sinds ik in transitie ben, het is een vrij publiekelijk feit, en als u het niet weet wat het is, gaat u maar googlen. Dat er totale verwarring bestaat over mijn identiteit, omdat ik er met de dag meer uit ga zien als een Marokkaanse jongen. Ik ben geen Marokkaan, ik ben Egyptisch Nederlander en ik ben een christen nogmaals. Maar voor de wereld ben ik een Marokkaanse jongen. En ik merk alle discriminatie die erbij komt kijken. Ik ben gewoon een 17-jarig schoffie uit Bos en Lommer die niet gewenst is en niet gewild. En voor mij als journalist is het natuurlijk een interessant. Je kan niet beter in de koffer gaan, bij wijze van spreken. Maar ik schrik er tegelijk van en het maakt mij boos, omdat wanneer ik dit vertel, het niet wordt geloofd. Zelfs als ik het vastleg, wordt het gebagitaliseerd en ontkend. En ik ben heel blij met deze voorstelling. Ik denk dat we even terug moeten gaan naar de voorstelling. Het is echt heel belangrijk wat er op het toneel gebeurde. Want er werd een gevoel gegeven aan de onderbuik die niet mag zijn en die geen stem krijgt. En ik wil echt nogmaals een applaus voor de voorstelling. Want we moeten de maatschappelijke relevantie van zo'n voorstelling niet onderschatten. Juist in de manier waarop het weet te communiceren, voorbij de krantenkoppen, voorbij de debatten, voorbij het geweld, het verbaal en fysiek geweld. Meneer, mag ik wat danken? Het eerste applaus voor de voorstelling. Wil ik dat, jij begint nu over gevoel. En hier was ook emotie, gevoel, gevoel. En nu ga ik toch een soort de botte Hollander vraag. Welk gevoel? Wat was dan precies die emotie? En was ik ook benieuwd, want ik ben benieuwd of jullie dan dezelfde emotie ervoeren of niet? Nou, kijk, wat ik dus denk, mijn ervaring is dat ik nog maar op één manier mensen kan overtuigen, tot een ander inzicht kan brengen over de kwestie nu spelen in Nederland. Of dit gaat over racisme, of over de totale bagatellisering van ons milieuvraagstuk, of mijn genderkwestie die totaal hier niet erkend wordt en niet mag zijn. En ik heb gemerkt, de enige manier waarop ik nog kan spreken is niet met feiten, want we hebben ons alternative fact. Hè? Niet met argumenten, want het is altijd een counterargument. Het is met het kleine verhaal waarin het gevoel duidelijk wordt op moment. En ik zal een voorbeeld geven. Mijn hele huis staat te koop op Marktplaats. U bent allen welkom. En de dag dat de brief van Rutte in de krant verscheen, kwamen 's avonds allemaal kopers en liepen door mijn woning. Zeiden, ga je echt alles wegdoen? En ik dacht, weet je wat, ik ga een spiegel voorhouden. Dus ik zeg, ja, ik vertrek. Je vertrekt? Ja, ik vertrek. Ik vertrek, dat moet van Nederland. Dat moet van Nederland. Ja, heeft u vandaag de krant gelezen? Ja, ik lees de krant. Oké, heeft u de brief van Rutte gezien, van premier Rutte? Ja. Nou ja, ik ben met heel veel dingen niet eens in Nederland. Ik vind bepaalde mensen racistisch. Ik ben niet normaal. Ik vertrek. Ja. En op dat moment, ik had VVD-stemmers in mijn huis. Ik wist het toen ik ze binnen zag lopen. Hun gezicht. En nee, maar wacht. Nee, maar jij hoeft niet te vertrekken. Nee, dat is niet de bedoeling. En toen pas realiseerden ze zich wat er in die brief stond. En wat is het gevoel? Het gevoel is dat hier wel vrijheid van meningsuiting is, maar alleen van rechtse, witte extremisten. Dat de ene vrijheid belangrijk is dan de andere vrijheid. Dat je inderdaad wel tegen religie mag zijn, maar niet voor religie. Dat je vooral niet over racisten mag spreken, maar wel over al die mensen die ons voor racisten uitmaken. De selectiviteit van de feiten, de selectiviteit van de mening, de selectiviteit van het gehoor. Daar zit
de emotie. En het is een combinatie van woede, wanhoop, verdriet, onheimlichheid. Om maar een lelijk Duits woord te gebruiken in deze echt Duitse context. En al dat meer. Yes, okay. En bij de een zie je meer woede en bij de ander murfgeslagenheid. Maar wat we niet moeten doen, is wat ik hier eigenlijk een beetje hoor van... We zijn moe, we gaan wel in ons eigen bubbeltje goed leven en laten zien. We moeten de ruimte claimen en die claim je met zichtbaarheid. Dus die niet claim je door zeggen, te zijn, dat is wat we wacht zeggen. Even, die claim je door te zijn. Ja, en de een doet dat gillend en de ander doet dat in stilte. Kijk, al komen er 1000 moslimbands, al komen er 1 miljoen moslimbands. En al ben ik mijn hele leven gediscrimineerd, maar ik voel het niet. Omdat ik namelijk, waar ik mee begon... werkelijk alles in mijn zijn gelooft dat deze wereld geen grenzen heeft. Natuurlijk weet ik wat er gebeurt. Weet je wat mij meer pijn doet? Dat als er zo'n moslimbaan komt, dat Schiphol een van de eerste is waar KLM ze eruit haalt. Terwijl Lufthansa zegt niet. Dus als je mij vraagt wat krijgt mij wel woedend en wat zorgt ervoor dat ik wel buikpijn krijg en bang word, dat mijn collega's op het werk zeggen, ja nee, maar dan krijgt KLM een boete. Zeg ik, ja, dat zei de politie in Den Haag ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. We doen ons werk. Dus die hele massa die haar en zijn werk doet, dat is wat mij wel. Dat ik denk van, ik wil kijk, en dan ben ik zo trots dat Lufthansa dat doet. Nou slaat het helemaal nergens waar ik op zeg, maar het gaat wel over die emotie. Dus waar ik op hoop, is dat door te zijn, hoop ik dat er een hele KLM is die zegt... Al belast je ons met 1 miljoen euro. We sturen ze wel naar de VS en dan kijk je daar maar wat je met ze doet. Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is om oog te blijven houden voor de mensen en organisaties die wel welwillend zijn. Ik was vanmiddag met iemand hier in de zaal bij een bijeenkomst in Utrecht, een studentenbijeenkomst. En er waren studenten gewoon... autochtone Nederlandse studenten, niet moslim, gewoon woedend op wat er dus nu in de wereld gebeurt rondom die moslim ben. En vorige week ontmoette ik ook een pastoor die een interreligieuze viering wilde houden met moslimstudenten erbij. En die barstte gewoon echt letterlijk in tranen uit. Hij zei, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En ik denk dat het belangrijk is, ook voor mij als moslim, om daar oog voor te blijven houden. Om niet ook blind te gaan staren op alle negativiteit, maar juist ook de mooie dingen. En in die zin geloof ik heel erg in dialoog. Dialoog is ontmoeting met de ander. Het is een persoonlijke ontmoeting. Je kan dan niet meer namens de islam of namens het christendom of namens de Nederlandse samenleving spreken. Je gaat dan op persoonlijk niveau elkaar leren kennen. Dus ik geloof nog heel... Die ontmoeting, daar hou ik uit op dit moment de meeste kracht uit. En die is er ook. Ook gewoon in deze zaal nu met elkaar. Ik had toch... wil je erop reageren? Nou ja, één ding. Omdat ik... Weet je, wij zitten als hier met z'n vieren en de mensen in de zalen en... Als jij er wel uitziet als een 17-jarige mokro jongen, dan ben je er wel eentje die zijn mond open doet. Waar ik me wel echt oprecht zorgen om maak en liever niet al te veel over nadenk, omdat ik dan echt verdriet voel, is al die mensen, en met name al die jongeren, die niet de juiste woordenschat hebben. Dat vind ik een hele lastige. Ja. En zie je daar dan een taak voor jezelf, die wel zo goed de woorden kan vinden? Is dat dan iets waar je denkt, dat is iets waar ik iets kan doen? Ja, en wat ik daarin zie, is de taak als iemand als Nazmi Oral en ook de dames van net, dat ik toch wil geloven, als je dan wel, want we gebruiken het woordje battle, maar weet je, misschien moeten we ook het woordje zachte krachten meer gebruiken. En dan hoop ik nog ergens dat er wel kunstenaars zijn, dat publiek, dat die podia veranderen, dat er muziek is, weet je, dat er iets anders is dan alleen maar dat geïntellectualiseer, waarin misschien jongeren wel zeggen van, oh ja, er is ook een plek voor mij, ik kan hem voelen in mijn buik. Ik wil toch nog even naar ook een beetje, ja, niet de aanleiding voor dit programma, maar ook met die baas in eigen sluier, die vermoeidheid met altijd maar dat gelul over die sluier. Nou was het ook niet de bedoeling om deze avond die sluier, maar wel dat die altijd weer terugkomt. En wat mij toch misschien naïef blijft verbazen, is dat we hier op het podium zitten met de vrouwen waar we zitten, dat er heel veel moslima's zijn die zich op allerlei media, in ieder geval ook allerlei media, al heel duidelijk uitspreken. En toch blijft de moslima maar het soort blanke canvas, hè, waarop van alles wordt geschilderd en bedacht om vooral anti-islam ideeën te uiten. Hoe hebben jullie daar zo gezegd? Hoe kan je dat nou kantelen? Hoe kan je zorgen jullie doen... Er gebeurt al zoveel, maar is dat nog iets? Is dat iets wat mij heel erg bezighoudt?
De vraag is, moeten wij het kantelen? Ja. Weet je, ja. Dat is de vraag. Ik zal je een voorbeeld geven, heel concreet. Annabel, heet ze Nanninga? Ik haal ze allemaal door elkaar. Nee. Annabel Nanninga. Ik werd gevraagd een tijd geleden, ik weet niet of jullie ook zijn gebeld. In ieder geval had heel moslimvrouwelijk Nederland had blijkbaar gezegd, wij gaan niet in gesprek met Annabel Nanninga. Ik werd gebeld en er werd een beroep op mijn vriendendienst. Je bent een collega-journalist, Radio 1. Je moet, want de rest van je zusters wil niet. Als lachend. Toen heb ik gezegd, weet je wat, ik wil, maar ik wil niet. Ik ga niet een debat aan met Annabel Nanninga, want dat heeft geen enkele zin. Ik ga met haar in die radio-uitzending zitten en ik vertel gewoon wie ik ben. Want ik kan Annabel Nanninga en de Elma Dreyers van deze wereld, om het maar bij de vrouwen te halen en de cliteurs. Ik kan ze met alle goede bedoelingen, kan ik hun niet van gedachten doen veranderen. En dat zie ik, dat heb ik vroeger als mijn taak gezien en het braaf gedaan. Ik zie dat niet meer als mijn taak. Ik wil je wel vertellen wie ik ben, precies wat je zegt. Ik vertel je volledig naakt wie ik ben. Volledig kwetsbaar. En precies zoals naast me dat zegt. En dan is het aan jou. En ik heb dat gedaan in die radio-uitzending. Wat er gebeurde is dat Annabel had verwacht dat ik zou vechten. Maar ik had geen zin in een gevecht. Dus ik heb nu zelf zoiets van... ik ga vertellen wie ik ben, waar ik voor sta. Maar ik ga niet met jou, ik ga niet die battle met je aan. En maar Nora, toen jij bij ons kwam, toen had je nog wel een soort idee, hè, om met de groep die we net noemden, hier in de balie te gaan praten over vrijheid in het geloof. Wat was dan jouw idee daarachter? Wat wil jij daarmee bereiken? Nou, juist die verschillende persoonlijke verhalen aan het licht brengen. We hoorden het al in de voorstelling. De een draagt een hoofddoek op een bepaalde manier en wordt daar heel erg op aangekeken door andere vrouwen in haar gemeenschap. Een ander wil graag dat haar dochter een hoofddoek gaat dragen, omdat ze dat vindt passen bij haar geloofsbeleving. En een ander wil gewoon helemaal geen hoofddoek dragen en haar haren gewoon mooi laten wapperen. En dat is de werkelijkheid voor moslima's. Waarom wil je dat zo iemand daarbij naast jou zat? Zeg maar, had je ergens nog... Welke iemand? Nou ja, de rij van bekende feministische islamcritica. Zeg maar. Nou, juist ook die verschillende stemmen eens een keer samen laten brengen. Maar inderdaad, het is heel moeilijk om dat te doen. Want volgens mij was het Elma of iemand anders, een Jolanda, die niet... een Jolanda? Ja, die heeft... Sorry. Nee. Het was niet Elma, zo excuses. Nee, maar sorry, zonder die vrouw dan nu hier te bashen. Die zei, die kwam niet. Ik ga even niet zeggen wie het was van de vijf. Nee, maar met alle respect. Die kwam niet, omdat die eigenlijk ook niet meer geloofde in de dialoog. Want die zei ook van, ik moet dan mijn plasje doen. Die zegt dan dat. En wat. Dus eigenlijk beide kampen geloven niet meer in... Nou, het punt was dus, wat zij letterlijk zei, wie het ook mag zijn. Ik wil niet met moslima's of islamologen in gesprek die dan gaan zeggen, ja, maar het is nu eenmaal zo in de Koran. Nou, dat vond ik een belediging op zich. En dat is mij dus meteen wegzetten, want ik zeg dat niet. Ja. Voor mij is een hoofddoek een onderdeel van mijn persoonlijke geloofsbeleving, maar dat is voor andere moslima's niet. En dat mag. En dat, juist die verschillende stemmen, dat die samen mogen gaan, dat wilde ik graag hebben hier. Maar ja, dat is dus... Ik hoop dat het nu een beetje duidelijk overgekomen is, maar... Niet gelukt. Wil jij er nog op in? Ja, en wat ik wel... wat ik wou zeggen is dat ik nog steeds inderdaad verbaasd ben dat het zo'n issue is. En waarbij dat bij mij heel mooi samenkwam, was dat item van Femke Halsema. Was dat vorig jaar, 2 jaar geleden? Tijd gaat snel. Misschien weten jullie wat het was. Het was, ik ken niet, 4 uitzendingen. En op een gegeven moment was volgens mij de 2e uitzending. Ging ze dan het gesprek aan over de sluier, over de hoofddoek. En daar kwam het, want haar moeder, die droeg ook nog een hoofddoekje. Maar die had zich er van losgemaakt. En dat is eigenlijk wel ook wat ze wenste voor alle moslimvrouwen. Dus het is dat belerende toontje van, het heeft te maken met achterstelling, het heeft te maken met onderdrukking, en daar moet je eigenlijk toch maar los van maken. En het gaat, denk ik, dat heel weinig mensen beseffen. En ik weet dat er heel veel visies zijn en dat er ook zeker onderdrukking is. En ik ben absoluut voor vrije keuze, dus begrijp me niet verkeerd. Maar dat het voor mij persoonlijk juist een keuze echt vanuit volle emancipatie was. Van, ik bepaal zelf wat ik van mij laat zien en niet. Ik wilde even één ding zeggen. Ja, tuurlijk. In het Turks is een... Het is geen spreekwoord, het is een soort gezegde.
Want de Turken gaan er eigenlijk heel erg van uit dat je niet zelf kan nadenken en dat iemand je hoofd kan stelen. En al helemaal als je een vrouw bent, stel je bent een vrouw, hè, natuurlijk lief en aardig zoals dat hoort als vrouw. En op een gegeven moment ga je bijvoorbeeld scheiden van je man, dan zegt iedereen, oh, wie heeft haar hoofd gestolen? Iemand heeft dat in haar hoofd geplant, want zij kan zelf niet nadenken. En eigenlijk de intellectueel of de rechtsgeoriënteerde, iedereen die vanuit het Westen die de islamitische vrouw of de moslimvrouw wil redden en over haar oordeelt in die manier, die twee kampen denken hetzelfde over de vrouw. Dat ze namelijk niet voor zichzelf kan nadenken. Ik heb daar één aanvulling op. Vrouwen met gesluierde moslima's zijn zichtbaar. Als moslima's. En nu is het volgens bijvoorbeeld Meldpunt Islamofobie, maar is ook laatst een onderzoek van Ineke van der Valk uitgekomen naar islamofobie en discriminatie. Waarin wordt gesteld dat vrouwen, dus gesluierde vrouwen, aan enerzijds voor islamcritici het symbool zijn van onderdrukking van vrouwen, maar anderzijds juist als een vijand worden neergezet, omdat zij dan symbool staan voor de islamisering van de samenleving. Dus ze worden zowel als slachtoffer en als vijand weggezet. En dat, die twee, daar heb ik, wat jij dan zegt, hoe ga je daarop reageren? Hoe ontkom je daaraan? Ja, ik heb niet het antwoord direct. Nou, mijn moeder heeft het. Ja, dat is heel grappig. Mijn moeder die zei dit al jaren geleden voor dat hele onderzoek. Die zei, als ik de televisie aandoe, dan zie ik de Wilders en zijn aanhang die het zo zielig vindt voor die moslimvrouwtjes met hun hoofddoek. Dan wordt het tijd dat ze op de markt eens wat aardiger tegen me doen. Ja. Die had dat heel goed door. Diezelfde mensen op die televisie dag en nacht lopen te tetteren hoe zielig ik ben, zijn diegenen die me onaardig behandelen op de markt omdat ik eruit zie zoals ik eruit zie. Dus make up your mind. Ben ik een slachtoffer waar je aardig moet zijn? Hè? Is mijn hoofd gestolen en moet je lief tegen mij zijn? Of ben ik je vijand? Make up your mind. En nog even Fatima Mernissi aanhalen. Ja. Want dat was natuurlijk de aanleiding van dit gesprek. Ze had een hele mooie... ze heeft mij ook een spiegel voorgehouden. Dat de vrouw in de islamitische wereld als een bedreiging wordt gezien. En daarom voor de mannen, voor het publieke domein. Ik spreek nu even in grote generalisaties. En daarom dus bedekt wordt, terwijl ze juist in de westerse wereld ontkleed wordt, om geen bedreiging meer te zijn. Of juist niet als een bedreiging wordt gezien, maar als minder intelligent of minder krachtig dan de man. En dat kun je ook nog steeds zien, glazen plafond. De vrouw die nog steeds een dubbele rol thuis en buiten heeft. De man heeft helemaal niet meer een deel van de zorgtaken op zich genomen. Het is nog steeds ook de vrouw in het Westen die volgens mij de grootste klappen vangt. Als het gaat om participeren in de samenleving. Nou ja, je geeft hem zo mooi. En ik zag ook niet allemaal handen uit de zaal. Want ik begon natuurlijk met Fatima. Oh, jammer. Een vraag graag. Okay, ik doe dit nooit, vragen. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig. Wow. Want ik ben hier naartoe gekomen omdat ik heel nieuwsgierig ben naar moslima. En hoe het leven van jullie is. Ik heb helemaal geen idee. Want ik heb geen vriendinnen die moslima zijn. Sorry, zo is het. En wat ik heel graag zou willen weten van jullie, ieder, is wat jullie heel erg aanspreekt als vrouw binnen de islam. Waarvan je denkt, dit vind ik echt van waarde voor een vrouw binnen de islam. Van jullie alle vier. Dit is wat ik koester. Zodat ik dat ook weet, dat ik ook gerust kan voelen. Er zijn goede dingen voor vrouwen in de moslim. Want dat voel je nu niet. Dat voel ik inderdaad niet. Ja, sorry. Je hoeft geen sorry te zeggen. Nee, ik voel een beetje sorry, maar ik bedoel... Au en bedankt, inderdaad. Want ik ben geïnteresseerd en ik wil het gewoon graag weten. Wil gerustgesteld worden, hoor ik. Ja. En het is een gevoel wat denk ik niet deze mevrouw alleen heeft. Misschien wel in deze zaal, maar niet in de samenleving. Dus wat dat betreft... Dit bewijst wel weer dat we dus hier als vier ultieme vreemden blijkbaar zitten. Dus vandaar dat au geroep. En... Ik ken de islam niet. Ik bedoel, ik heb daar wel eens een boek over gelezen. Maar ik vind nergens, in mijn directe omgeving
verhalen over vrouwen waarin ik me geruststel van dat er dingen in de islam zijn die gewoon ook goed en fijn zijn voor vrouwen. Voordat zij antwoorden, mag ik toch, want je stelt geruststellen. Waarom moet jij daarin gerustgesteld worden? Nou, dat bedoelde ik niet om te scoren, maar... Het is de eerste keer dat ik heb het gevoel alsof inderdaad de positie van de vrouw binnen de islam inderdaad gewoon niet zo prettig is. Oké, helder. Nou, willen jullie erop antwoorden? Nou, ik wil wel graag niet vanuit mezelf... Nou ja, vanuit mezelf de innerlijke band, de geloofsbeleving, de mystiek. Dat is wat mij raakt in de islam en wat mij ook echt verder kan brengen in het leven. En die is gelijk voor, daar is de Koran ook heel duidelijk over. De geloofsband tussen God en de mens is voor mannen en vrouwen gelijk. Ik denk dat jullie alle drie dat ook wel zullen herkennen, hoop ik. Nou ja, misschien niet. Maar even terug naar mijn onderzoek. Want dit onderwerp heb ik ook besproken met moslima's en ook moslimmannen. Wat vind je eigenlijk in je geloof? En dat is toch uiteindelijk die rust. Rust en veiligheid, juist omdat het heeft te maken met het geloven in een transcendente... in een transcendentie die de menselijke beperkingen overstijgt. Waarbij ze dus niet afhankelijk zijn van wat anderen vinden, maar wat zij zelf voelen van binnen. En wat zij belangrijk vinden in het geloof. En dat maakt ook dat zij bepaalde teksten in de Koran die over man-vrouw verhoudingen gaan, ook willen interpreteren zoals zij dat, zoals hen dat verder zal brengen in hun persoonlijk leven. Dus dat is, zeg maar, die persoonlijke interpretatie, die staat dan centraal. En ja, ik geef altijd het voorbeeld van het christendom. De gemiddelde christen zal zeggen dat het christendom voor naaste liefde staat. Nou, dat neem ik direct aan. Maar als we de Bijbel openslaan, dan zijn er ook teksten die gaan over de vrouw waarvan het hoofd, of waarvan het haar afgeschoren moet worden als zij zich niet sluiert. Of teksten over geweld. Maar de gemiddelde christen heeft daar toch een bepaalde lijn en boodschap uitgehaald voor zichzelf. Nou, en ik denk dat we dat nu ook moeten gaan geloven als een moslim dat zegt over zijn geloof. En als hij of zij zegt dat islam voor vrede staat, dat we dat moeten aannemen als een persoon dat aangeeft. Ik zat naar Anne te kijken. Ik kan me voorstellen dat als je je bekeert tot de islam, dat je deze vraag dan op een iets andere manier misschien al wel 100 keer hebt gekregen. Of 3000 keer. 3000 keer. Ja. Elke dag. Ik wou wel een term maar even in de lucht gooien die we misschien wel heel vaak horen. Is Allahu Akbar. En dat, voor mij is dat heel concreet. Allah is het grootst en niks is groter. En dan heb je een driehoek, dan heb je Allah. En dan heb je hier zo een horizontale lijn van de hele wereld, alle mensen. En alle mensen zitten op de horizontale lijn. En alleen God is groter. Dat betekent dat niemand tussen mij en God komt te staan. Dat maakt niet uit of je ouder bent, jonger bent of whatever. Ik heb daar, als daar een andere interpretatie in is, bijvoorbeeld dat de man meer zou zijn, strookt niet met mijn interpretatie van Allahu Akbar. Want niks staat direct tussen mij en God. Dus dat is een interpretatie. Het is niet de mijne. En ik ben vrij om die interpretatie te maken. En als je gaat kijken naar de vroege islam, superveel vrouwelijke geleerden. En dan is voor mij een inspiratie zeker ook Aisha, die de eerste mufti was, die de eerste fatwas gaf, die de eerste religieuze uitspraken deed. Zo geleerd was ze. Of vrouwen die opstonden in de moskee om direct een correctie te maken als de goetba iets zei om hun rechten te verminderen. Dat zijn voor mij bewijzen dat de vrouwelijke stem een hele grote autoriteit heeft. Nede. Ja, mag ik? Ik ga nu minder aardig zijn. Ik riep au, omdat de manier waarop de vraag wordt gesteld, ik hem natuurlijk miljoenen keer heb gekregen. Het gaat niet om jou persoonlijk, want jij stelt hem. Je zegt, ik stel de vraag voor de eerste keer. Een anekdote. Ik loop vanmiddag voordat ik hier naartoe kwam, een café in, trek mijn jas uit en het eerste wat een blanke witte Amsterdammer tegen mij zegt is, oh, dat wat u aan heeft, is dat Pakistaans? Nee, dat heb ik gekocht bij de Zara, maar omdat ik het aan heb, is het Pakistaans. Vervolgens zegt, een vriendin van mij is zwanger geworden van een Pakistaanse bankier, daar had hij geen zin in, hij is weggelopen. Hoe doen ze dat bij jou in de cultuur? Zegt, zoals alle mannen internationaal dat doen, als ze karakterloos zijn, dan lopen ze weg bij vrouwen die zwanger zijn. Ik heb geen zin om, ik hoor, hè, dat is wat ik hoor,
ik hoor de manier waarop je die vraag stelt, denk ik, stel je die ook zo aan je witte Nederlandse vriendinnen? Wat zeg je? Iets positiefs horen. De connectie die je hebt met je geloof. Een positieve connectie, daar gaat het mij over. Maar geen verantwoording. Nee, maar zie je daarmee dan... Ik hoop toch dat, zoals ik hier zie, je denkt... Oh, daar zitten vier leuke positieve vrouwen. Ja, nogmaals, maar, ik hoor geen positief gevoel over de islam en de sluier. En hoe je zou dat je tegen iets, relateert. Ja, zou je iets positiefs kunnen zeggen over je Nederlander zijn? Over je West-Europeaan zijn? Ja, dat kan ik, ja. Ja. Het zou niet in mijn hoofd opkomen om je dat te vragen. Omdat ik ervan uitga dat je voldoende positieve dingen hebt. De discussie hier is dat jullie je bedreigd voelen. Op allerlei verschillende manieren. En ik kan me dat voorstellen. En ik wil graag daar een tegengeluid aan horen. Waarin je je positief ondersteund en ervaren voelt. Dat is mijn vraag. Geen verantwoording. Nee. Het voelt wel die... Ik geef geen antwoord. Dus naast me, als jij wil antwoorden geven, ik doe het niet. Er wil even iemand uit het publiek reageren. Dus... naar mij toe komen. Nee, dat is de regel. Dat... Ja. Ja, ik wil heel graag reageren, juist omdat we waarschijnlijk het gesluierde groepje achteraf zijn die het hardst klappen op het moment dat we voelen dat we gehoord worden. En respect voor jou dat je de vraag stelt. En inderdaad, ik als bekeerde vrouw, inmiddels 19 jaar en een week, hoor die vraag echt. Nou, ik kan niet eens meer tellen hoe vaak ik die vraag heb gehoord. En ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat we op dit moment in een situatie zitten dat ik geen verantwoording meer wil afleggen voor mijn keuze. En ik begrijp dat u hem niet zo heeft bedoeld, maar hij komt wel zo over. En ik denk dat, maar mag ik alsjeblieft uitspreken? Nee, dat zeg ik, ik heb bewondering voor de vraag die je stelt. Alleen omdat je er niet de enige bent op een dag. En daarnaast kan ik je vertellen dat er... Nou, gemiddeld per dag, tegenwoordig woon ik in Amstelveen. Het is niet de beste plek als gesluierde vrouw. Ik appte toevallig vandaag naar mijn vriendin dat ik liever heb dat ze mij uitschelden of bespugen dan een ander, omdat ik mijn woord meestal wel klaar heb. Maar die vraag, het heeft te maken met een soort van, waarom stel je die vraag aan mij? Mag ik je iets vragen, want ze zegt, hoe moet ik je dan leren kennen? Is dat door die de vraag is het probleem volgens mij. Dus hoe... Maar leren kennen is niet alleen maar het positieve willen horen. Hè? Juist. Dat is leer juist me kennen door oprecht geïnteresseerd te zijn. Mag ik alsjeblieft heel eventjes? We kunnen heel lang met dit soort bijeenkomsten bij elkaar zitten. Jij stelt een oprechte vraag. Hoe kan ik je leren kennen? Dit is mijn kaartje. Het is geen sluitreclame. Ik heb een koffietentje in het centrum van Amsterdam. En het is niet alleen aan jou. Ik heb een tentje op de Nieuwe Zuid-Voorburgwal. We hebben lekkere koffie. Als je komt, je wil me leren kennen. Een korting. We willen korting. All right, nou, ik ga wil dus... nog wel één ding. Ja? Zeggen. Ja. Oké. Okay. Kijk, mevrouw is helemaal weg van de koffie. Ja. Ik ga op u antwoorden, hè. Dus... U wilt ook iets zeggen. Ja. Oh, wacht. Maar eerst Nazmië en dan ja, eerst die mevrouw. Positief zeggen op haar vraag. Want die wil ik wel positief beantwoorden. Je vraagt aan de dames op het podium, zeg iets positiefs over het geloof. Ik ben meer dan 25 jaar moslim. En mijn positief gevoel bij de islam begon toen ik mijn... Toen ik de man leerde kennen waar ik ook mee getrouwd ben. En ik was gewoon bij hem thuis. Ik was nog geen moslim, wist nog helemaal van niks. Ik vond hem heel erg aardig en hij mij. En verder was er helemaal niets. En op een gegeven moment zei hij tegen mij... Ja, sorry, maar het is tijd voor het gebed. En ik ga gewoon nu mijn gebed doen. Ik zeg, prima. En hij deed gewoon wat hij altijd deed. En dat moment... Dat was zo intiem en zo sereen en zo mooi, die totale overgave, dat ik er ging een luikje in mijn hart open. En vanaf dat moment dacht ik bij mezelf,
Ja, zo wil ik ook mijn God. En dat is het enige positieve wat ik heb gevonden in islam, helaas. En mijn hart gaat uit. Nee, maar dat is zo. Dat is zo. Want weet je, ik ben zo verwond. Niet door islam, maar door moslims die islam interpreteren en beleiden op zo'n manier dat ik voor altijd, tenminste dat gevoel heb ik, een verscheurd hart heb. Aan de ene kant voel ik diepe woede op iedereen hier op deze wereld. Moslims en niet-moslims. Want ik ben te islamitisch voor niet-moslims, maar een kafubilem, mushrik, rebel of noem vul maar in, moslim. Ik hoor nergens meer bij. Ik heb niet eens een gebedshuis. Want als ik naar mijn moskee moet gaan, dan kan ik niks zeggen, maar moet ik mij volledig onderwerpen aan de regels die daar. En dus het positieve wat ik heb gevonden is mijn gebed en mijn relatie met God. En voor de rest. En voor de dames op het podium, ik hoop dat, en zeker de theologen onder jullie, die zo onderlegd zijn, ik hoop van harte dat jullie in de moskeeën zullen spreken. Want in de moskeeën hoor ik nog steeds het verhaal dat de enige goede moslimvrouw een volgzame, gehoorzame en ook kuise vrouw is. Maar vooral volgzaam en gehoorzaam. Wacht even. Nu mag Nasmie. Ik geef lezingen onder andere in de Blauwe Moskee. En daar heb ik het inderdaad over dit soort dingen. Oké, mevrouw. Het is heel duidelijk. Het is duidelijk. Mevrouw. U mag straks ook nog verder praten. Ik moet ook het programma afronden, maar Nasmie, ik wil jou eigenlijk het laatste woord geven, Nasmie. Ja. Als oudste. Finally! Eindelijk respect! Finally! Mijn beleving, mijn fantastische, positieve beleving van de cultuur waar ik vanuit kom en de religie waaruit ik ben voortgekomen, is dat ik op het podium kan staan, totaal in het zicht, totaal tussen allerlei mensen die daar zijn, tegen mijn moeder kan zeggen, mam, toen ik 16 was, voelde ik in mijn hart al die beelden die jij mij hebt geschetst van God, dat ik moet branden in de hel, of alle straf. Ik zag het, ik voelde in mijn hart, ik dacht nee. Dat kan God niet zijn. God moet groter zijn dan dat. En dat mijn moeder kan zeggen, het ergste wat je mij kan aandoen is dat je niet gelooft. En dat ik haar eindelijk kan vragen waarom. Want vanaf baby weet je, die vraag hoef je niet te stellen, want dat is het ergste wat er is. En dat mijn moeder tot mijn verbazing zegt, omdat ik jou niet wil missen in het hiernamaals. Omdat ik in de hemel met jou wil zijn. Dat is mijn beleving. Dank je wel. Ik wil iedereen heel erg bedanken, toch weer voor die woorden die hier zijn gevallen. Want je begrijpt dat als programmamaker bij de Bali ik toch nog steeds geloof en in de kracht van de kunst die we hier zagen, maar toch ook van de woorden die hier zijn gesproken. We noemen altijd de derde ronde bij de Bali is aan de bar. Zoek elkaar op als je toch elkaar wil ontmoeten of vragen hebt die je niet durfde te stellen. En ik wil even nog toch mijn sprekers Nasmie, Anna, Naida, Nora heel erg bedankt. En dankjewel publiek. APPLAUS